Breda Nu. Poppodium Phoenix is een jongerentalentcentrum waar jonge muzikanten de kans krijgen om ervaring op te doen en om workshops te volgen. Het Poppodium organiseerde haar eerste eigen summerfest op zaterdag 13 juli. Een nieuw muziekfestival met verschillende genres en uiteraard een hapje en een drankje. Ik ben zelf ook muzikant, maar ik vind het vooral ook heel leuk om voor jongeren ook dingen te organiseren in Breda. Om echt een aanbod te creëren voor jongeren. Ook om jongeren eigenlijk een plek te geven waar ze zichzelf muzikaal kunnen ontwikkelen. Popcorner is daarvoor een heel belangrijke plek voor mij geweest. Dat is eigenlijk wat Poppodium Phoenix vroeger was. En dat is eigenlijk wat ik door probeer te zetten met Poppodium Phoenix. En ik ben heel blij dat ik daar deel van uit mag maken. Knallen. We gaan gewoon lekker feestje bouwen. We gaan iedereen een beetje warm maken voor vanavond. Er komen leuke bands ook, zag ik. Dus als iedereen nu een beetje warm kunnen maken, dan hebben ze daar een gespreide bedje die andere bands waar ze in terechtkomen. Dus daar gaan we voor zorgen. En kunnen we nog wat speciaals verwachten van jullie? Nieuwe nummers of nieuw materiaal? Ja, of hoe, goeie vraag. We zijn eigenlijk bezig met een nieuw album aan het opnemen, As We Speak. 4 oktober de release van in Dordrecht. Dus we gaan nieuwe songs laten horen aan jullie. Dat is duidelijk, ja. I like the mood of the people, and it was a lot of fun playing here, definitely. What kind of music do you make? Mostly we play rock, I think. Rock, sometimes it's a bit pop. Blues, of course, blues, yes. So, kind of mixture. What can we expect? Are there records coming up? Yes, now we're waiting for songs. They are finished, but they need to be produced a bit to be, yes. And then if they are finished, so we can release our EP, we can make music videos. So there's a lot of stuff coming up. Last week we've had our merchandise, our t-shirts. Over here. Hoe is het allemaal en heb je er zin in vanavond? Ja, ik heb er altijd een zin natuurlijk. Kijk, we zijn al begonnen met onze Europese summertour. Wij hebben een paar leuke gigs op de planning staan en vandaag trappen we hem eigenlijk af. Dus ja, dat wordt dan weer extra geladen, extra energie, extra... Toch weer thuisfront natuurlijk. Dus ja, het wordt leuk. Het wordt leuk. Ik heb er zin in. Breda Nu.